Dit is het NOS-complex in Hilversum, studio's. Vroeger kwamen daar alle Nederlandse televisieprogramma's vandaan. Maar die tijd is een beetje voorbij. Want steeds meer omroepen werken langs de NOS heen. Langs het facilitair bedrijf, omdat dat te log en te bureaucratisch en te langzaam is geworden. En moet u eerlijk zeggen, wij zelf willen hier ook niet zoveel meer mee te maken hebben. Omdat televisie maken en dan zo'n slagboom onderdoor moeten, dat klopt iets niet. Klopt iets niet, hè? Nou, daarom nemen wij op in Bussum. Ook NOS, maar dat is toch heel anders. Nou, ik zou zeggen, fietst u even mee. Ik ga boven de hei. Lijkt me wel aardig. Bussum. Een hele oude televisiestudio. Hier werd al televisie gemaakt toen de heer Wallis de Vries, de nieuwe AVRO-voorzitter, nog niet eens was geboren. Studio Concordia. Ouderwets, gezellig, goedkoop. Loop even mee. Kijk in de keuken, altijd leuk. Ja, nou, kijk maar. Hoeft de fiets ook niet op slot? Bussum, gezellig hoor. Dit is in Hilversum niets meer van met de NOS. Dit nog bestaan. Hoi, Toby. Hoi. Gaat het? Hallo. Geen bewaking ook. Hallo. Hoi. Koffie? Koffie. Gaat ook niet. Oud dorpszaaltje, kan je nog zien. Dit is het oude toneel. Het oude natrium. Leuk, hè? Nou, zoals u ziet gebruiken we ook geen decors. Hoeft niet. Bezuinigingen. Doet het Simplistisch Verbond al jaren nou. Nou, dat vind ik wel belangrijk, dat we het even vertellen, Bie, dat wij nog nooit ook maar een stuiver subsidie hebben gevraagd. Of gekregen. Vinden we wel belangrijk dat u ons namelijk in dat geval nog sympathieker en nog aardiger vindt. Dat vinden wij namelijk best een lekker gevoel. Nou, werklicht kan uit, dat is zonde. Ja, zonde uit. Jongen. We gaan beginnen, tot zo, hè. Ome Cor, werklicht uit. Ja. Ja, hoor. Heeft u ook het gevoel dat er iets heel vreemds aan het gebeuren is in Nederland? Dat iedereen het er eindelijk over eens is dat het zo niet langer kan? Bie, er zit bijvoorbeeld een lampje in hier van 100 watt. Ja. Zal ik die eruit draaien en vervangen door een van 60? Want tuurlijk. Dat scheelt 40%. Doen. Dat is een bezuiniging van. Nou, u ziet. U ziet het niet, maar u begrijpt het. Wij dus ook. Hè? En het is net alsof we elkaar weer vinden op de bodem van de schatkist. En links en rechts in de politiek, de vakbonden. Iedereen is het erover eens dat die crisis. Ja, goed, deze erin. Dat die crisis dus nu eindelijk hard is gemaakt. Wacht even, wie? Nou, coach, we moeten het. Ja. Zie je? Kijk. Ja. Dat scheelt. Dat is een bezuiniging van 40%. Ach, natuurlijk. We zien er dan wel wat slechter uit misschien thuis, maar dat geeft niet, want dan leveren wij ook maar wat in. Leveren wij maar een stukje charme in. Ja.
Vind ik ja, logisch. Eigenlijk. Ineens daagt er een gevoel van saamhorigheid dat we niet meer hebben gekend sinds de watersnood. Dat merk je ook aan dat plan om de kuststrook tussen Den Haag en Hoek van Holland te verbreden. Mm-hmm. En altijd als Hollanders samen het eens zijn, dan gaan ze een stuk land droog maken. Daar merk je dat aan. Ja, ook een signaal. Daar zie je dat ook. En intussen wordt op alle terreinen onze verzorgingsstaat doorgelicht. Die wordt dat is het, hè? Opnieuw geëikt. Het ja. kaf wordt van het koren gescheiden. En, zelfs de knapste koppen. Zelfs de die knapste gaan koppen. Nu in de gaten ja. krijgen dat welvaart en welzijn misschien twee heel verschillende begrippen zijn. Ja, precies, dat is en dit boek bijvoorbeeld. Resulteert die nu veel te duur geworden welzijnssector wel oh ja. in persoonlijk welzijn? Ja, zo'n tijdje uit al. Van de filosoof Hans Achterhuis. Dat is al een paar maanden ja, uit. Precies, ja. Maar vooral dit boek heeft die discussie zelfs in de welzijnswereld enorm aangewakkerd. Mm-hmm. Nou, hallo. We vinden het best fijn dat we even de gelegenheid krijgen om gewoon een paar dingen even duidelijk op een rij te zetten. Ja, want wij hulpverleners ja, toch? Maken best een moeilijke tijd door. Dat dacht ik ook. Hè? Eerst dat kregen we namelijk een stroom van grappen en grollen over ons heen. Ja. Nou, dat was best niet leuk meer. Alleen het woord hulpverlener alleen al. Dat was al voldoende. Dat was genoeg voor de komieken en de satirici om de lachers op hun hand te krijgen. Dat was best niet leuk. Terwijl ik echt niet zie, dan moet ik echt in alle eerlijkheid zeggen wat er nou zo komisch aan ons zou zijn. Maar wel heb je in het veld daar dus last van die aanpak. Want je kon dus nergens meer je hulpverlening aanbieden. Of je werd gewoon vierkant in je gezicht, werd je uitgelachen. Ja. Je kon nergens meer inspringen, je kon toch nergens meer komen, Pierre? Nee, ik durfde soms heb jij de ook gehad van die assertisten? Tuurlijk. Sliep uit hulpverlening, nou, echt die teneur. En wat Achterhuis dus daarna heeft gedaan. Achterhuis kan me zo kwaad om maken. Om door ons nog intern dan nog eens een dolk in de rug te steken. Oh, dat is zo vast. Nou, dan zeg ik van, dat is een best kwalijke zaak. Nou, het gevaarlijke van Achterhuis vind ik dat hij echt koren op de molen van het gezonde volksaanvanden gooit. Hè? Omdat eigenlijk Achterhuis zegt eigenlijk van dat hij zegt van, kijk, de hulpverlener, dat is iemand die creëert zelf problemen. He, om ze daarna met subsidie weer op te lossen zelf. En dat, nou, dat vind ik zo vals. Dat, dat vind ik best levensgevaarlijk. Dat iemand juist in een tijd van bezuinigingen zegt van er moet bezuinigd worden. Juist in een tijd van bezuinigingen. Op het welzijnswerk. Precies. Wat gebeurt er terwijl dan? Door de bezuinigingen komen de mensen in de moeilijkheden. In de moeilijkheden. En wie haalt ze dan weer uit de moeilijkheden? Ja, dat moeten wij dan weer opknappen. Kan de hulpverlener weer komen? Ja, dat is een onzin. Dat is eigenlijk het grootste gevaar, he, van wat hij daar zegt. Maar nou is het echt niet zo dat wij zeggen, het kan niet, leken kunnen geen problemen oplossen. Natuurlijk zullen er best kleine probleemgevallen zijn die door een oom of een tante met een kopje koffie en een babbeltje of door een buurman met eens een lekker knuffeltje kunnen worden opgelost. Maar dat lost aan zich niks op. Nee. Want die leken moeten toch weer begeleid worden door professionele hulpverleners. Ja, ja, logisch. Omdat de leken er niet voor geleerd hebben. Terwijl wij er best flink voor gestudeerd hebben, dat is het gemene van de hele zaak. Nou, dat zijn best griezelige dingen. En dat leken zomaar op eigen houtje gaan zoeken naar gaten in de psychosomatische markt zonder dat ze zelfs het jargon kennen. En dat is levensgevaarlijk met die natte vinger als ze zo in de gang gaan. Want de arts die bepaalt wat ziekte is en de welzijnswerker die bepaalt wat welzijn is. Nou, daarom vinden wij het zo fijn dat wij kunnen laten zien hoe wij wel degelijk de afgelopen maand vanuit onze hulpverlening in allerlei vormen van relatietherapie professioneel gewerkt hebben. Ja. Dat is best fijn dat we dat even kunnen laten zien. Dat we even op een rij kunnen zetten. Zullen we dan maar dat het een vak is, een specialisme, onvervangbaar. Dat vind ik uitstekend. Dus laten we beginnen met mijn geval. Nou, zo werk ik best alweer een paar maanden nu met een interraciaal detaboïseringsprogramma om de relatie van een bepaald middelbaar echtpaar duidelijk te krijgen, waarbij schijnbaar het leek alsof er helemaal geen problemen waren. Maar dat kan natuurlijk niet, want geen enkele relatie is volmaakt. Dus om daar toch je vinger achter te krijgen, plaats je zo'n echtpaar dan in een wijder perspectief. Dan ga je de vrouw niet meer bekijken als een los individu, maar als een lid van een groep met gemeenschappelijke, maatschappelijke kenmerken. Nou, dan ga je naar die maatschappij kijken. En dan zie je dat die maatschappij in Nederland best een interraciale samenleving is geworden. Wat voor ons werk ook hele nieuwe, concrete problemen geeft. Je krijgt ook allerlei signalen daarover. Bijvoorbeeld de Haagse Post van een paar weken geleden had een hele coverstory over blank en zwart. Waaruit eigenlijk maar één ding bleek, en dat is dat blonde vrouwen gewoon ontzettend worden aangetrokken door de zwarte man. Ook de Nieuwe Revue deed zoiets, die liet een reporter zich sminken, waarna op straat elke blonde vrouw aan hem vroeg of ze pikkie soms ook zo zwart was. En toen keek ik dus met nieuwe ogen op basis van die informatie naar mijn cliënten en zag dat mevrouw blond was. Kijk, en dan heb je een aanknopingspunt.
Dus ik vroeg toen aan de vrouw of de spanningen die er dan zogenaamd niet waren misschien veroorzaakt konden worden door het feit dat ze heimelijk met een neger naar bed wou. En toen antwoordde ze zo intens en hardgrondig nee, dat ik dacht, ja, je kunt me wat. Je bedoelt ja, maar dat is gewoon een verdrongen behoefte die best wel degelijk aanwezig is, vandaar die ontkenning. Vroeger kon zo'n vrouw dan met die behoefte naar de NVSH om zwarte condooms te halen. Een stuk compensatie natuurlijk, maar die partiële stimulus staat in geen enkele verhouding meer tot de relatie zoals die interraciaal is geworden. Die werkelijkheid is veel intenser. En daarom proberen wij ook altijd die concrete situatie naar de mensen toe te vertalen. Dus met alleen een zwart condoom kom je er niet. En daarom ga ik nu aan het werk met een interraciaal brugpakket. En als de mensen daarmee aan de gang gaan, dan zie je dus best dingen gebeuren waarvan je zegt, nou, dat is best de moeite waard wat daar gebeurt. Ja, ik had hier zelf natuurlijk nooit direct zo opgekomen, maar meneer Reinier heeft hiervoor gestudeerd. Dus ja. Zodoende. Nou, voorlopig moeten we het dus 1 keer per week zo doen. Voorlopig. Van meneer Reinier. Ja, inderdaad. En dan moet ik op een grafiekje bijhouden hoe ik het vond. Ja, en dat doen wij dan meestal dat we daar de zaterdagavond voor nemen. Omdat we dan ook de zondag hebben voor het uit de oren en de lakens te halen en zo. Ja. Ik kan niet zeggen dat het veel verschil maakt. Nou, nu dat ik het met een neger doe. Nee, kan ik echt nou, niet zeggen. Nou, het scheelt toch wel een beetje. Nou, ik vind wel dat Joop zijn tanden een stuk witter zo eruit zien. Ja. Dat vind ik wel aantrekkelijk. Ja, ja, maar, dat is waar. Daar glijdt ze een beetje op, hè. Die tanden. Nou, als ik eenmaal dat interraciale platform heb, waarop de vrouw de neger niet als wezenlijk anders meer ervaart, dan ga ik verder. Dan ga ik ook proberen de man zijn eigen behoeften duidelijk te maken, zodat hij ook zijn eigen vrijheid durft te nemen. Nou, toen vroeg meneer Reinier of ik het niet eens met een negerin wilde doen. Ik zeg, ik wel. Ja, je bent een vent of niet? Nee. Dus zodoende. Nou, dat moesten we dan opvoeren tot 3 maal per week. Voorlopig. Ja. Ja. Het is wel zo natuurlijk dat als je met deze therapie begint, dat er van je huishouden weinig terechtkomt. Nee, maar dat ja. blijft liggen, dat blijft liggen. Ja. Want alleen het hoofd zwart maken mag niet van meneer Reinier. Nee, alles moet zwart, voor en de achterkant. Nee, even een vluggetje is er niet meer bij. Nou, krijg ik op dit aanbod best een leuke respons, dan ga ik best nog een stapje verder. En dan geef ik de cliënten de opdracht om hun relatie transraciaal te demagnetiseren. En komt daar best een leuke grafiek uit. Dan zeg ik, oké, ziezo, er kan best nog van alles misgaan in deze relatie. Maar ik heb in ieder geval mijn cliënten best begrijpelijk gemaakt hoe de moderne interraciale samenleving in elkaar zit. Best. Ja. Nou moesten we vanavond eigenlijk van meneer Reinier gaan dansen in een negercafé in de Bijlmer. Maar daar zijn we toch nog niet aan toe, hè? Komt wel, komt wel. Maar vanavond blijven we gezellig thuis, hè? Nou, nog. Zal ik pannenkoeken bakken? In deze aflevering van de nieuwe 26-delige Teliax-cursus gedragstherapie praten we met Pierre Hulsebos. Hij is familiehulpverlener. Pierre, heeft de familie hulp nodig? Ja, zeer zeker heeft ze dat. Kijk, de postmoderne familie, dat is een instituut dat in hoog tempo uit elkaar aan het vallen is. Ja. Het aantal echtscheidingen neemt ongelooflijk toe. En er zijn ontzettend veel families waarbinnen spanningen bestaan, waarvan je zegt van, ja, dat instituut familie, dat heeft het best wel moeilijk, ja. Ja, ja. Als nou de moeilijkheden heel groot zijn geworden, hoe pak jij de hulpverlening dan aan?
Nou, ik begin met te zeggen van... ik ga er gewoon op af. Mm-hmm. Hè? Ja. Ik ga proberen contact te maken met de hulpbehoevende familie. Ja, ja. Wij gaan kijken naar het filmpje dat daarvan is gemaakt. Ja, hallo. Goedemiddag. Ah, goedemiddag. Wat willen wij? Ik ben Pierre Hulsbos. Ja. En ik wil best graag met u praten over de situatie. Over de situatie? Over welke situatie? Nou, over de hele situatie. Zoals ik hem heb gehoord van de huisarts. De hele situatie van de huisarts? Ja, waar komt u nou eigenlijk voor? Nou, ik kom voor de therapie. Wacht eens even. Wacht eens even, meneer. U bent toch geen hulpverlener, hè? Nou, dat ben ik best wel, ja. Aha. Ha, ha, ha. Hulpverlener, juist. Goedemiddag. Ik zeg goedemiddag, meneer. Juist. Ja, zo'n afwijzing lijkt me niet erg bemoedigend, Pierre. Hier kan je dus niets doen? Oh ja, zeer zeker wel. Zeer zeker wel. Kijk, na zo'n eerste confrontatie... Mm-hmm. Dan kies ik dus de strategie van hoe ga ik werken met zo'n familie. Ja. In dit geval is dat de therapeut acceptatietherapie. Ja. Wat betekent dat ik opnieuw contact ga maken met de familie... om te kijken of er ergens iets van een opening is. Ja, ja. En wij gaan kijken naar het filmpje. Hallo, ben u dan nou alweer? Ah, goedemiddag. Ja, ik wilde best even met u praten. Maar waarover dan, meneer? Over van dat je zegt waarom u zo afwijzend reageert op mij als hulpverlener. Omdat ik van niemand hulp nodig heb, meneer. Wij zijn hier volkomen gelukkig. Hé, kok? Hou je naar buiten, kok? Maar mag ik dan uw bezwaren noteren tegen de figuur van de therapeut voor mijn onderzoek? Onderzoek? Aha. Of ik mee wil werken aan een onderzoek. Nou, vooruit. Daar heb ik wel 5 minuutjes tijd voor. Kom maar binnen. Doe de deur open. Of ik mee wil werken aan een onderzoek, kok? Nu jij eenmaal binnen bent geraakt, ga jij de familie dus overtuigen van het nut van de hulpverlening, neem ik aan? Oh nee, dat doe ik zeker niet. Kijk, bij de therapeut acceptatietherapie gaat het erom om alle weerstand die er kennelijk tegen de hulpverlening is, om die naar buiten te brengen. Ja. Dus ik geef deze familie volop de gelegenheid om alle weerzin die er tegen de hulpverlener bestaat te spuien. Laat maar komen. Ja, ja. We gaan gauw kijken. Dus uw voornaamste bezwaar tegen de therapeut is de halfzachtheid, zoals u dat noemt? Ah, ja, meneer. Schrijf maar op voor uw onderzoek. De vuistregel is een zachte G, slappe ap. Dat is begonnen met, staatssecretaris Hendricks destijds. Ja, en dat mevrouwtje van Vorink. Die dachten dat geluk becijferd kon worden, ja, de hubris. Dat je welzijn zou kunnen begeleiden. Dat je mensen zou kunnen opvoeden tot welzijn. Waanzin, meneer. Bent u getrouwd? Nee. Aha. Et voilà. Meneer de vrijgezel, komt even vertellen hoe het in ons gezin zou moeten marcheren. Elk gedrag moet een etiket hebben van de heren, hè? Ja, ja. 10 jaar geleden, meneer, was u er nog geen eens. Weet u hoe het toe ging in Nederland? Hoe men zich toen kon ontplooien door een flinke schop onder zijn kont te krijgen van de liefhebbende naasten. Maar nu elk gezin een eigen hulpverlener. De waanzin. Hè? Als u toch in Teliak ziet bij de cursus therapie XYZ... dat er 6 doctorandussen zoals u, hè, op 1 oude dame zitten... Ja, en dan maar in het gezicht tetteren van het mens... dan denk ik, waar heb ik die plaatjes meer gezien? Hè, kokkie, zijn we nog tegen elkaar? En wat is dat voor een sadisme? En dan kom je hier om te zeggen dat er iets mis is met mijn zoon Ab. Hè? Of dat mijn zoon Ab de oorzaak zou zijn van de spanningen... die er helemaal... Hou je de buitenklok.
De spanningen die er helemaal niet zijn in het gezin. Er is niks mis met mijn zoon Ab, meneer. Het enige wat er mis is, is dat hij werkloos is. En dat bent u niet, meneer de hulpverlener. En waarom bent u dat niet? Dat bent u niet, en dat zult u ook niet worden, door mijn belastingcentrum. Daardoor. En hier is verder niks aan de hand, Kokkie. Daar schaam ik mij niks voor. Wat me opvalt bij deze familie, is dat de agressie tegen de hulpverlener eerder toe dan afneemt. Is dat niet moeilijk werken? Ja. Ja, dat is soms best moeilijk. Te meer dat die spanningen kunnen oplopen en kunnen worden opgelost in een ontploffing. Dat ja. Komt voor. Een soort catharsis eigenlijk. Ja. Waarvan je zegt van nou, dat gaat er best wel hard aan toe. Ja. Ja, ja. Ik ben benieuwd. En nou eruit. En wegwezen. Dokter Anders, lampenkatoen. Hoe zei u? Lampenkatoen. Dat zijn jullie. Dokter Anders, ja. Lampenkatoen. Allemaal dokter Anders, die lampenkatoen. Als we bezig houden met het opvoedsen van andermans psyche, dat doen jullie, hè? En dat is nergens voor nodig. Dus ik wil je hier niet meer zien. En nu de straat uit. Dank u wel, met je kwartaire zeiktor. Doen we de groeten aan de hele kwartaire zeiktor. Weg, weg, terug. Haha, gaat die kok. Onzin. Zachte apparaatski komen hier niet in de straat. Omdat hier in de straat houden wij ons bezig, mensen, zo is het toch, hè? Met ouderwetse burenhulp. En als ik een dokter nodig heb, dan ben ik de zuster van Kok, dat is een ex-verpleegster. Zelf weet ik alles van kruiden. Mijn kleine broertje studeert voor notabel, dus notariaat is ook geen problemen. En heb ik opvoedingsproblemen met Ab, hè? Dan haal ik mijn nichtje erbij, dat is een kleuterleidster. Zo doen we dat. Burenhulp, daar los je dat mee op. Niks te maken met de zachte apparaatski, ja? En dat is bezuinigen. Als je de welzijnswerker zoekt in je eigen familie en je eigen kring. Van die dingen, ja. Van die dingen. Buurvrouw, ik heb hem eruit gegooid, hoor. Hij is weg. Je hebt hem toch gezien? De hele week kwam hij langs. En maar babbelen, babbelen, babbelen. Van, oh, hij wist dit zo goed, hij wist dat zo goed. Eruit is hij. En als hij bij u binnenkomt, je belt me maar. Ik schop hem persoonlijke broek al af. Dag, iets vakelijk, hè. Ik mag dus concluderen dat jouw therapie in dit geval mislukt is? Oh nee, zeer zeker niet, zeer zeker niet. Want in het algemeen namelijk kunnen we constateren dat als de hulpverlener op deze manier eenmaal buiten de deur is gezet, ja. Er binnen die familie zo'n gevoel van opluchting ontstaat dat alle eventuele problemen voorlopig volkomen van de baan zijn. De hulpverlener hier, lampenneustherapie. Nou hier, kijk, dat bedoel ik nou. Nee, wat zo'n Van der Laak zegt. Hè? Ja. Wat moet ik met die uitwassen van de verzorgingstaal? Nee. En zo gaan mensen hun eigen mondigheid herontdekken. Ja. Dat vind ik heel goed. En we gaan ergens naartoe. Nee, weet ik zeker. Je kunt toch niet zeggen wat Van der Laak zegt, weg met alle hulpverlening. Dat kan toch niet? Er zijn toch altijd groepen die gewoon hulp nodig blijven houden. Ik denk aan zwarte bejaarde junkies. Ja, natuurlijk. Natuurlijk zijn er groepen die hulp nodig hebben. Natuurlijk. Denk ik aan. Nee, maar Koot, als we de welzijnssector voort laten woekeren, ja. Dan duiken er toch op een dag hulpverleners voor de zelfbevrediging op. Zo ver. Ja, natuurlijk. Goedemorgen, mevrouw. Ik ben uw masturbatietherapeut. Dat doen ze. Daar toch gaan we niet heen. Nee. En daarom zeg ik nee, zelf doen. En als je niet weet hoe of wat, natuurlijk. Dan koop je maar een blad. Wat voor blad? Nou, hier het blad Mensen van februari. Hier, het leren van zelfbevrediging. Ja, ja. En zo'n blad durft toch maar een keiharde vraag te stellen. Ligt geluk in jezelf? Hè? Dat is een gewaagde vraag. Ergens gaan we op een goede weg. We zijn op een weg. Dat bedoel ik. Het verheugende vind ik persoonlijk, Bie, misschien heel gek dat ik het zeg, maar dat mensen zich gaan afvragen wat er allemaal niet toe doet voor dat persoonlijk welzijn en wat dat allemaal kost. Dus een signaal vind ik dat van zo'n pulblad als Mix nu het laatste nummer verschijnt. Mix. Het februari-nummer, afscheid van u en uw sterren. Februari-nummer gaat dan over voorjaarsmoeheid en de kerstman die zich blootgeeft. Daar zie je ook weer aan dat het nergens over gaat, zo'n blad. En die hele rits bladen gaat nergens over. Is ook nooit ergens over gegaan. Maar kost wel 1,25 per los nummer. 125.000 abonnees. 1,5 ton per week. Dat is een bezuiniging van 9 miljoen gulden per jaar. En dat is fantastisch. Dat die rotzooi verdwijnt. Dat mensen zich realiseren, kijk, dat heb ik allemaal niet nodig voor mijn persoonlijk welzijn. Want dat kost niks. Ja, ja. Wanneer voel jij je nou lekker? Dat kost toch ook niks? Wanneer voel jij je nou lekker? Wanneer voel jij je nou lekker?
Nu? Ja, nou, exact. Dat gewoon dat, nu? En dat kost toch niks? Nee, gewoon hier lekker zitten. Een beetje filosoferen over Nederland. Ja, ja. Onszelf wat tegen het licht houden. Ja. Zo kan ik nog uren blijven zitten eigenlijk. Nou, ik ook. Voor hoe lang staan we in de rit? Van zondagavond Nederland 2. 20, 45, 21, 30. Nou, dat we ons daar ook helemaal niet aan houden. We gaan gewoon door. Anders zou ik hier niet lekker zitten. Anders zit je niet lekker. Nee. Dat is het. Dus het kost niks. Nee. Het kost niks. Is er nog koffie? Tuurlijk. Ja. Met niks graag. Oké. Is er niks op de radio? Even kijken. Ja. Mensen. Dat bedoel ik. Wat kunnen we daar nou aan doen? Hoe moet ons gezin nou zo functioneren... dat we dit, als het gebeurt, tijdig onderkennen... en ook echt onze jonge mensen helpen kunnen? Ja, ik denk dat het gezin weer het bolwerk moet gaan worden. Zo, als je dat wel eens hoort, dat het vroeger was. Ik denk zeker niet dat we vroeger moeten veridealiseren. Maar een kind moet thuis rust kunnen vinden. Nou, hier, dat moet hier. Echt een thuishaven zijn. Ik vraag... Dat ja, is ja. het toch? Ja, dat zijn waar. tekens, allemaal tekens. Er daagt iets. Dat daagt iets. Daagt iets. Koop, daagt wanneer voel jij je nou lekker? Nou, dan vraag je wat. Ik voel me lekker bij het voetballen, bijvoorbeeld. Nee, jezus. Nee, dat meen ik nou. Ik ga het niet mooier maken. Voetballen, dat is toch weer zo'n welzijnsmisverstand. Er moeten een miljoenen bijgepompt bij het profvoetbal... om het een beetje te laten nee, draaien. Nee, dat bedoel ik niet. Dat is toch voor de passieve recreatie. Ik ga niet naar voetbalwedstrijden a 15 gulden per staanplaats. Ik ga naar wedstrijden waar je gewoon kunt binnenlopen. En dat zijn ook de leukste voetbalwedstrijden. Het was mijn zoon. Nummer 7. De afgezakte kousen. Rood-witte shirt. Mijn eigen vader stond altijd langs de lijn bij elke wedstrijd, maar... maar met een alpino op tegen de kou, helemaal over zijn oren getrokken. Wat een vreselijk gezicht was. En mijn vader stond dan langs de lijn hier. En kwam er dan een bal zijn richting uit, dan liet ik zo'n bal lopen. Liever niet laten merken dat dat mijn vader was, die man met die alpino. Er is toch veel veranderd, want toen ik zo pupillen speelde, met een pupillenlat ook nog, die ze nu ook niet hebben. Let op, als die nu hoog wordt geschoten, dan zit hij. Die keeper kan er nooit bij. Dat is mijn zoon. Goed, Kas. Ik durf namelijk niet te schreeuwen. Toen wij pupillen speelden, werd er niet geschreeuwd langs de lijn. Maar nu zie je bij veel vaders en moeders het grote geld in de ogen. Werkloosheid, maar contractje bij Go Ahead, Vitesse. Wie weet. Dus dat is... En dat durf ik niet. Opvangen die bal. Ja, is goed zo. Dus ik ga altijd maar een beetje apart staan. Nou, Marcel erbij, kom op! Goed zo! Ik heb ook geen schreeuw. Ik heb een damesgilletje. Ik kan niet schreeuwen. Kom op! Kom op, Kas! Oké. Oké, jongens. Hou vol! Ik zou zo graag schreeuwen. Kom op! Breng je dit op? Dus omdat ik niet kan schreeuwen, geen echte steun ben voor het elftal van mijn zoon, geef ik ze 11 zouten droppen. Zometeen. Of ze nou verloren hebben of gewonnen. Als ze gewonnen hebben, krijgen ze 11 droppen omdat ze hebben gewonnen. Nu zitten de bakjes op. En hebben ze verloren. Krijgen ze 11 droppen. Omdat ze hebben verloren.
Maar ik geef ze eigenlijk 11 droppen. Omdat ik niet kan schreeuwen. Kom op. Paul, kan het wat closer? Ja. Ja, kan het nog wat meer? Dus dat mijn kin echt op de onderste rand en kruin er net in? Ja, precies. Ja, oké, fijn. Op dit moment van de uitzending zit ik thuis voor de televisie. En ik kijk dus nu naar mijn eigen hoofd. Ik heb mijn hoofd al heel vaak op de televisie gezien. Maar pas de laatste tijd begin ik een beetje te wennen aan mijn eigen hoofd. Tot voor kort dacht ik, als ik mijn hoofd op de buis zag... Jasses, wat een eng hoofd. Ik vond mijn hoofd... veel te week. Ja, dit. Zo slap. Het hoofd van een melkmuil. En helemaal en profiel. Wat een raar hoofd, dacht ik, als ik dit zag. Hier. Die kin, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Hier met dit slappe eromheen. Kijk, want door die kin... valt dat mondje eigenlijk helemaal weg tussen kin en neus. En mijn moeder zei vaak... joh, je moet een snor nemen, dan zie je er veel knapper uit. Het is waar, mijn profiel knapt ervan op van een snor, kijk maar. Je kin wordt wat weggewerkt en het wordt hier wat opgevuld. Maar dan zit ik toch nog altijd... met mijn neus en mijn voorhoofd. Want ik had graag gewild dat mijn neus zo had gestaan. En ik heb wel een mooi hoog voorhoofd, maar het wijkt helaas een klein beetje naar achteren. En soms ging ik wel eens met een brokje stopverf in de weer, om eens te kijken hoe mijn hoofd er eigenlijk uit had moeten zien, wilde ik er een beetje vrede mee hebben. Dit is dus mijn ideale profiellijn. Wat had ik graag een nieuw hoofd willen hebben? Nou ben ik gelukkig niet de enige. En het is al heel oud, dat verlangen naar een nieuw hoofd. Dit schilderijtje uit de 16e eeuw hangt in het Muiderslot. Het heet De Bakker van Eelco. Bij de bakker van Eelco kon je een nieuw hoofd krijgen, zo wilde de Vlaamse legende dat. Als je de bakkerij binnenkwam, werd je hoofd afgeslagen en terwijl je nieuwe hoofd in de oven werd gebakken, kreeg je zolang een groene kool tussen de schouderbladen geplaatst. Uitdrukkingen als halve garen en heet gebakerd zijn schijnen daar vandaan te komen. Toch heb je die bakker van Eelco niet nodig. Je kan zelf een heleboel aan je hoofd doen. Elke keer als ik oude foto's van mijn hoofd zie, dan denk ik, ben ik dat? Hoe bestaat het? Wat kan een hoofd toch veranderen? Wat kan je bijvoorbeeld door te vermageren en met contactlenzen een heel ander effect bereiken? Soms, als ik weer eens met mijn hoofd in de put zat, dan dacht ik ook wel eens aan een facelift. Ik dacht er ook wel eens over om dit bijvoorbeeld zo strak te trekken. En niet zo lang geleden zag ik weer eens een televisieprogramma over facelifting. En zo'n presentator, ik heb dat eens uitgerekend, die moet nu toch 2 of 73 jaar zijn. En op die leeftijd, nou, ik teken voor zo'n hoofd. Maar ik ben toch definitief van mijn kopfrustraties afgeholpen... door het zien van de film The Elephant Man, die nu in de bioscopen draait. Dat is de ware levensgeschiedenis van deze man. Dit hoofd werd vroeger op de kermissen getoond en nu gelukkig
in de bioscoop. En wat kwam ik daar opgelucht vandaan. Wat was ik blij dat mijn neus van voren zit en niet opzij. En wat ben ik nu trots op mijn eigen hoofd. Dit hoofd mag er namelijk best wezen. En wat is het fijn om een hoofd te hebben. En hoe expressief is mijn hoofd. Een speciale snelle camera registreerde alle gemoedstoestanden die in een half uur op mijn hoofd te lezen waren. Eeuwenlang is er gezocht naar een goede definitie van geluk. En ik geloof dat ik hem nu gevonden heb. Geluk is tevreden zijn met je eigen hoofd. Kijk, dat is dus een geluksdefinitie zoals ze in 1975 elke week in de FIFA stonden, Bie. Nee, helemaal tuurlijk, niet. Natuurlijk, nu ga je met je hoofd weer helemaal kopje onder in het ik-tijdperk. Daar waren we vanaf. Dat was afgesloten. Nee, ik bedoel alleen maar dat geluk niks te maken heeft met uiterlijke omstandigheden. Zei de gescheiden moeder van 7 aan heroïne verslaafde zoons, terwijl ze in haar lekkende kraakwoning een beschimmelde boterham met slaolie stond te smeren. Kom nou toch. Nou, oké. Alles heeft dat te maken met uiterlijke omstandigheden. Oké. Wat is jouw definitie dan van gelukkig zijn? Gelukkig zijn is volgens mij je nooit afvragen of je wel gelukkig bent. Hé. Nou, die is zelfs te makkelijk voor de bescheurkalender. Maar gelukkig schakelen wij nou live en direct over naar Studio Almere. Dames en heren, welkom in Almere. Even een kleine zakelijke mededeling. Wij zijn dus weg uit Studio Den Haag. Diverse redenen. Je kon nergens meer dubbel parkeren. En technisch begrepen die gasten er geen reet meer van. Dus vanaf nu zitten wij in Studio Almere. De Cine Video Studio's zijn dit. Dit is namelijk een zaakje van een paar vrije jongens. Die bij elkaar hebben gezegd, televisie. Dat kun je natuurlijk niet maken bij de NOS in Hilversum. Ja, die gaat je want dat is een overheidsbedrijf. Nou, alles waar de overheid zijn eigen mee bemoeit, dat gaat naar de kloten. Tuurlijk, moet je nooit doen. Dus vandaar, nou zitten wij hier. Vandaar hier. Kom even kijken. Ga naar binnen, loop even mee. Ik heb best wel. Buit, glas, baksteen, zandsteen hier, lichte materialen, ruim. Televisie, dus je moet alles goed kunnen zien. Receptie, daar achter je van. Kijk, een stukje kunst aan de wand, mooi. Leuk, hè? Staande asbakken, koffieautomaten, prullenbakken, vloerbedekking, harde trappen. Automaten van Nijlon, vloerbedekking, voorzieningen, kleedkamers, gezellig, zandsteen. Ziet er knap uit. Plaatjes, bordjes met namen die erop kennen, vloerbedekking. Hoogpolig, dat hebben een paar centen gekost hoor. Miljoentje. Maar je weet wel dat die gasten dat geld vandaan hebben. Ja. Is bekend waar ze het geld vandaan hebben, die gasten. Moet je kijken. Wat kunnen ons wat schelen als wij maar een programma te kunnen maken? Met geringe middelen. Zo. Nou. En hier werken wij dan. En vanuit hier pletteren wij dus dat programmaatje van ons op de bus bij u thuis. En dat kost niet meer dan 5 meter per keer. Echt niet. Dat komt omdat wij een paar kleinigheidjes weten van de jongens van Cine Video in Almere. Maar daar doen we ook niet lullig over. Zeg jongens, 5 meier, dan babbelen wij nergens over. Zo gaat dat. Ja. Heel makkelijk, heel simpel, heel simpel. En die jongens hebben ook geen cao, dus die werken 26 uur per etmaal. Allemaal geen punt. Origineel waar. Zo gaat het. Zo Jacob, gaat het. Origineel we waar. Gaan nou beginnen. We gaan dames en heren thuis, we komen zo bij jullie terug. De tegenpartij is van jou en van mij. De tegenpartij, voor jullie en wij. De tegenpartij, maak iedereen blij. De tegenpartij.
paraplu's. En wij zijn benieuwd. Ja, hoe bestaat het? Eén rogge. Une roes. Het belangrijkste politieke nieuws van de afgelopen week, dames en heren, goedenavond, is, lijkt mij hoor, dat onze regering een lijstje heeft gemaakt van hoe wij met z'n allen 20% moeten gaan bezuinigen. Dat staat natuurlijk nergens op. Het is nog maar een paar weken tot de verkiezingen. Ik opgereikt ben van de rechtsgeloof van een dronken aardbei. Maar de heer Van Acht wil gewoon zijn eigen puinhoop nog een keer netjes op een rijtje zetten. Zodat hij er straks weer netjes in kan gaan wonen, denkt hij. De minister van Financiën, de heer Van der Snee, Frans van der Snee, heeft helemaal alleen uit zijn bolle blote hoofd daarvoor een nieuw woord bedacht. En dat is privatisering. Privatisering. Tweede getal. 30 plein met. Trente. Rood of zwart? Rage. Trente roes. Privatisering betekent dat de onbetaalbare overheidsdiensten beter kunnen worden vervuld door het particuliere bedrijfsleven, omdat de mensen daar weinige kosten. He, Van Es? Eindelijk worden ze een beetje verstandig in de Haag, want het roept de tegenpartij al jaren. Laat het over aan de vrije jongens. Ja. Dat is makkelijk zat. 29 zwart en er komt nou het laatste winnende getal. Alle ballen verzamelen. Vent neuf een nouier. Klein voorbeeldje. Al sinds de bavianen, die gasten die in die holle boomstammen de rivier Den Lobit afzakten, heb de mens gegokt. Ja, mag het, dat zit nou eenmaal in de mens, gokken. Maar dat mag niet in Nederland, tenzij de regering de ambt kan verdienen. Dus wat deden die lijpen? Die gingen alle casino's legaliseren. Nou, dat werd een reuze succes. Van de etterige miljoenen belasting hebben ze nooit een cent gezien. Dat is allemaal kwijtgescholden. En van de paar tonnetjes die er toen nog overbleven, kochten alle croupiers, blijkt nou, de prachtigste kuierlatten. En dan zegt de raad voor de casino-speler nog dat de directie van de casino's doet het goed. Ja, wat doen ze goed? Het opsporen van de fraude doen ze goed, maar niet het voorkomen van de fraude. Hè? Terwijl er in alle illegale zwarte casinootjes van de vrije jongens nog nooit een stuiver is zoek geraakt. Want dat controleert elkaar, die vrije jongens. Dat ken ik. Ja. Dat kent toch niet? 34, Sarré Blanc. Trent Quat Blanc. Juist. En daarom gaat ook onze Haagse stadsloterij en al die kleine lotloutjes die wij als vrije jongens organiseren gewoon door. Ondanks de feit dat de fiscale recherche met zulke grote gokhonden, snuf snuf, bij al die kleine sigarenboetjes is binnengevallen en de lotten heb ingepikt. Honden opgevreten, al die lotten. Maar u hebt duplicaat lotten thuis, niks aan de hand mensen. Hier komen gewoon, door onze kandidaat notaris de heer Van Es verklaard, de winnende nummers van deze week. Van Es, ga je gang. Dames en heren in de Haag, lotjes klaar. 1, 30, 29, 34. En Trente kwad. De uitbetaling vindt handje contantje plaats. Tuurlijk. Morgenmiddag, maandagmiddag, 3:00, achter het Hollandspoor, bij snackbar Chez Jacques. Chez Jacques, ook voor koude meeneemschotels. En partyservice voor aan huis. En had u geen geluk, volgende keer beter. Ik zeg maar zo, het geluk zit in een klein balletje. Maar, we zijn het er dus over eens dat je in Nederland 20% kan bezuinigen. Ik heb er zo kwaad om maken. Je kan 20% bezuinigen door die vrije jongens erbij te trekken. Maar, hoe kan je nou 200% bezuinigen? Kijk, en daar lees je niks over. Dat kan door niet al die vrome kleine dreesmannetjes de gang te laten gaan, want dan brengen ze allemaal de poen naar het buitenland. Nee, je moet de bedrijven verplichten om dat geld hier te investeren. Want daar gaat het om. We moeten allemaal met de verwarming uitgezitten 4 jaar, maar gaatje van 20 miljard te vullen, terwijl er, god voor de god, 79 miljard Nederlandse guldens in het buitenland is geïnvesteerd. Maar daar hoor je niks over. Zo is het toch, Van Es? Tuurlijk. Laat die vrome grijsman, laat die dat half miljard besteden door in elk filiaal een casinootje op te zetten. He, zo is het toch? Van Es, werk dit uit in een rapportje en tamponeer dat morgen op mijn bureau. Zo ziet u dus dat de tegenpartij niet vies is van een stukje hersengymnastiek. Maar ook de ontspanning van de lichamen gaat ons zeer aan onze harten. En daarom hebben wij de gezellige sportvereniging WODAN opgericht. De sportvereniging van de tegenpartij die zijn eigen vanavond aan u thuis wil presenteren. Komt u mee naar buiten allemaal? De tegenpartij maakt iedereen mee. De tegenpartij maakt iedereen mee. De tegenpartij, daar horen wij bij. De tegenpartij.
Geen enkele politieke partij in Nederland is zo gek met de vrije natuur als de tegenpartij. Als zij maar even vrij hebben, trekken de lidden van Sportclub Wodan met hun sportleider Teddy van S de berm in voor hun eigen gezellig met sport te ontspannen. Mannen, dan krijgen wij ze dadelijk hoog bezoek. Onze lijsttrekker komt inspecteren en die gaan wij eventjes eer bewijzen. Daar heb je hem al. Presenteer, hot! Van S, trainer van sportvereniging Wodan van de tegenpartij, meldt de sportvereniging Wodan van de tegenpartij geheel compleet aangetreden. Zegt tegen alle sportjongens van sportvereniging Wodan van de tegenpartij, dat voor inspectie. Zij, door mijn zin af, hot! Hans, sport hè, vandaag. Wodan betekent wij ontspannen door alleen natuur. En doordat hun eigen lijsttrekker zelf persoonlijk uit zijn drukke privéwerkzaamheden breekt voor interesse te tonen, krijgen de Wodan sportjongens vertrouwen in hem en willen zij zich onder zijn ogen best uit de naad sporten. Ja, nou, kom op. Stuk je eigen in de diepte, hè. Kom op. En weer naar de kom op. Kom op, Harry! 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 Kom op, Er komt iemand op de Wodan jongen af met enig steekmateriaal. Dus staat geheel ongewapend met de blote handen. Steek! Hup. Kijk, kijk van deze opvang. Dat is links met links. Eerst het wapen, buiten bereik. Dan rechts. Pak, hé. Dit is weer bal 1. Kijk, hij draait. Zie je die draai? Zie je die draai? De Wodan jongen draait in. Traag doen, hè. De agressor. Schrikt zijn eigen Lazarus, had daar niet op gerekend, kent geen Wodan jongen. En huppakee, dan wordt hij op de rug genomen. En hij werpt deze agressor bij de andere Wodan jongen of zo, hè? Of hij draagt hem in de bermen. Of in de bermen. Waar men wel weet wat men met hem moet doen. En daarom wil ik dit als leider ook aan jullie één voor één meegeven. Hé? Dat een Wodan jongen, want dat zijn we zijn allemaal Wodan jongens. Dat een Wodan jongen, tegenpartij jongen, eerbied hebt voor de natuur. Omdat ook de natuur, het verkiezingsprogramma van tegenpartij, nommertje, wat stond die, 5-6? Maar hoog, natuur, hoog aanzien. En dan wil ik graag jullie dit vandaag als overweging in je strot proppen, want dat moet je onthouden, want het is belangrijk. Natuur. Lekker werven is ook natuur, vind je ook belangrijk? Ja, hè, zo simpel is het. Nou, kijk, dit is ook natuur. Wat zie je hier nou? Dit is toevallig een elzelaar, daar weet ik van alles van. En kijk, daar zien wij dit beeld. Dat er zijn al allemaal nieuwe knoppen, maar er is nog het oude blad. Hans, duidelijk? Of gaat zien wij het allemaal? Ja. Begrijp je dat? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja. Dat dat dus naast elkaar is. Mooi, dat het een met het ander samen kan. En ook het een niet zonder het ander. Dus als dit het verrotte Nederland is, wat helemaal naar de rasmodee gaat, als die tegenpartijen niet zo zijn, dan is daarnaast, in die rotzooi, is toch juist die jonge knop. Die wou dan jongen, die wou dan met, die zegt godver, ik wil eruit en weg met het oude blad en nieuw leven. Jongens, praat er ook thuis over, hè? Begrijp je wat ik bedoel, over. Jongens? Begrijp je wat ik bedoel? We. Ja, oké. Tijd voor een sigaretje, geef het thuis door en denk erom, voorzichtig met vuur, dus werk die peuken onder de grond. Geen, dank u wel, meneer Jacobsen. Nou, want dan zien wij dus nabestaanden, zien wij lekker leggen. Dan melden wij dat onverwijld aan de trainer. Aan de sportleider. Sportleider geeft de nabestaanden... Worden wij nou aangevallen? Ja? Je kan niet weten
dan tref je natuurlijk persoonlijk maatregelen, ja? Oké, mannen, in twee golven eroverheen. Nou, ja. kom op. Trek er om, hè. Kom op, mannen, kom op. Hey, hou. Lekker gezicht uit, hè, die gasten. Bezig. Hey, dit is dus wat wij hier zien, is een aspect van de sociale taak die de Wodan-jongen ook hebt. De stukken burenhulp die hij aan zich hebt, waar hij voor getraind hebt, voor gesport hebt. Ik ben ook van overtuigd dat als elke Nederlandse straat in zijn eigen huizenrij één Wodan-jongen zou hebben wonen, die van aanpakken weet, dat er bij kamaliteiten zoals er al dingen misgaan, echt niks zal gebeuren, omdat de Wodan-jongen dan zegt, ho, jij hier, jij dit, jij dat, omdat die leiding aan zich hebt. Dat, hebt die Wodan-jongen, die hebt dat van nature, hè? Lekker Hans, ging goed, hè? Nog rustig zien zitten, hè? Oh, ook gaan jappen? Oh, gelukkig. Oké, kom op, man, hè! Oké. Meneer Jacobsen. Ja, luister. Geklaard. Grootste handgranaat erin, nijlpaard springt uit elkaar, wat vliegt er door de lucht? De koningin van Lapland, dezelfde. Hij snijdt er open, want ze was dood. Hij vindt in de buik de Wodan-dolk van zijn vriend. Zo mooi. Wat hij herkende aan het teken op de hef. Ja. De Wodan-dolk van zijn vriend. In de buik van de koningin van Lapland. Zo. Dat bewijs blijft altijd doorgaan. Ja. Blijf altijd zoeken en jij zal vinden. Ja. Onthouden, hè, en praat er thuis over. We moeten dat plafond nog in orde ja, maken. Okay. We eindigen met de kanon. De Wodan-kanon. We weten hoe het gaat. We gaan tegen de klok zo, in. Jij begint. Want zo zijn de Wodan-jongens. Rustig tegen de klok in. Laat je niks wijs maken. Ik begin. Tweede regel neemt van S. Kom mee naar buiten allemaal. Dan spreken wij dan duidelijke taal. Wij geven dit de jeugd ook door. Zo zingen zij in koor. Wodan-jojojo. Wodan-jojojojo. Oké. Daar gaan we. Komt mee naar buiten. Kom mee naar buiten allemaal. Luister. Aan het eind van mijn regel kom jij, want anders klopt de kanon niet als kanon. Dus ik zeg, kom mee naar buiten allemaal. Maal, daar spreken wij dan duidelijk. Daar ga ik mee door, maar dan zeg jij dus weer, kom mee naar buiten allemaal. Kom mee naar buiten allemaal, en dan jij, kom mee naar buiten allemaal. Ja, tuurlijk. 1, 2, 3. Kom mee naar buiten. Kom mee naar buiten allemaal dan. Dat is de vlucht van S. Laat mij nou rustig die zin uitzingen. Laat me nou helemaal die zin uitzingen. Nee, kom mee naar buiten allemaal, en dan pas kom. Kom mee naar buiten allemaal, toch? Doe het dan andersom. Oké. Begin jij dan, dan kom je naar buiten allemaal, dan gaan we met de klok mee. Daar komt-ie. Dan gaan we maar een keer met de klok mee. Kom mee naar buiten allemaal, daar spreken we dan. Gaat jij hier zitten, ga daar zitten, naast Vanessa. Ik begin. Jij naar allemaal. Heb ik er geen reet van. Naar. Kom mee naar buiten allemaal. Nou raak ik in de war. Godverdomme. Nog een keer. Oké, nog een keer. Kom mee naar buiten, allemaal. Tot spreken we. En zo, in een gezellige geest van eensgeluidendheid, wordt de stucador naast de advocaat en de uitsmijter naast de internist één door de sport. Sport voor ons koninkrijk weer een paar spierballen te geven. En onthoud dus, Sportclub Wodan is het visitekaartje in het glazen huis van de tegenpartij. En wij komen nou weer onder de mensen in de bewoonde wereld. Ik wil dat wij niet meer schreeuwen of fluiten naar alles wat een rok aan heeft. En ook duidelijk? Even inhouden voor de zebra's, dat oudere mensen rustig kunnen oversteken zonder dat we ze meteen te pletten rijden. En dank u wel. Kom voor. Meneer Jacobsen, Sportclub Wodan, gereed voor de terugreis. Meneer Van Es, laat de Wodan jongens hen hun eigen instijgen. Wens hen wel thuis en tot volgende week dezelfde tijd, dezelfde plaats. Fijn, dank u wel. Mannen, in de wagens! En vooruit, hè? Echt er nog eens van, hè? Voor hun medewerking aan deze sportfilm danken wij aannemersbedrijf Gebroeders Buis BV, ook voor luxe badkamers en schuilkelders, voor het gratis beschikbaar stellen van hun badterrein. En wij danken Dumpaleis Henk de Jenk, trekweg 14 De Haag, ook voor gebruikte legervoertuigen, voor het beschikbaar stellen van zijn diverse prachtige sportmaterialen, allen graag gedaan.
verandert er iets, hè? Want ik moet dat eerlijk toegeven. Ik ben het eens met wat die Jacobsen daarnet zei. Ja, over dat buitenlandse geld. Ja. Wist jij dat Nederland topinvesteerder is in Amerika? Ja, hoe zit dat? Ja, daar lees ik niks over. Nee. Heren journalisten aan het werk. Dat is een coverstory voor HP. Tuurlijk. Dat is onthullen. Precies die bedragen. Bie, nog even over die privatiseringsgedachte door. Hm. Ik heb hier, openbaarheid van inkomens, mijn aanslagbiljet inkomstenbelasting 1980. Voorlopig, dus kan nog iets meer worden. Maar ik heb door allerlei redenen in 1980 200.000 gulden verdiend. 2 ton? Dat is heel veel geld, maar dat staat ervoor. Waarvoor? Voor het op gang brengen van een brede maatschappelijke discussie. En dat doet het Simplistisch Verbond ook regelmatig. Ja, ja. Dus dat klopt, ja. Dacht ik. En wat betaal jij daar nou aan belasting over? Daar betaal ik aan belasting over... kijk, hier staat het. 100.771 gulden. Over die 2 ton. Mm-hmm. Zou je mij niet over horen mopperen? Want dan hou ik dus nog meer... Nee, iets minder dan 1 ton over. Nou, dat gaat af. AOW, verzekeringen, ziekenfonds, we hebben geen pensioen, denk eraan. Schoenen voor de kinderen, hypotheek. Maar dan nog hou ik per maand soms wel 300 gulden gewoon over. Mm-hmm. Bie, mm-hmm. Over. Ja. Nou dacht ik, ik ga morgen naar de sociale dienst in mijn woonplaats, mm-hmm. of verblijfplaats, ik zal wel zien. En dan zeg ik, wat zijn de 3 schrijnendste minimumgevallen, werkloos... Mm-hmm. Die mensen, wil ik naam en adres van weten, die geef ik elke eerste van de maand 100 gulden. Anoniem. Niet anoniem, want ik wil wel weten dat zij weten dat ik dat geef. Dat vind ik wel een lekker gevoel, dat geef ik eerlijk toe. Dat vind ik wel een lekker gevoel als die mensen weten dat ik dat geef. Mm-hmm. Ja, dat is dus mijn persoonlijk welzijn. Ik hou van weggeven, begrijp je? Ja. Maar ik bedoel, die privatiseringsgedachte van de aanvullende sociale voorzieningen... zo zijn er nog duizenden mensen in Nederland die elke maand een paar 100 gulden over hebben... laten die dus in hun eigen straat en hun eigen buurt dat gewoon weggeven. Zonder constructies van aftrekbaar voor de belasting, nee, weggeven. Die privatisering van de aanvullende sociale voorzieningen. Dat daagt iets. Is dat gek, Bie? Nee, dat daagt iets. Er gebeurt iets. Ja, nou, ja, en de etiketten kloppen ook niet meer. Ik bedoel, dat etiket progressief. 10 jaar geleden was je progressief als je bijvoorbeeld voor vrije porno was. Dat moest vrij. Dat waren wij ook. Nu ben je progressief als je een steen gooit door de ruiten van een sekswinkel. Hebben we nog niet gedaan, veranderd, maar dat is zo. Ja, ja. Veranderd. Tenzij als vrouw, als je dat als vrouw doet, ben je reactionair. Nee, ben je progressief. Als je dat als man doet, als man, dan ben je voorhoede progressief. Dat is helemaal progressief. Als vrouw een man door de ruit van de etiketten kloppen niet meer. Dat is en daarom vraag ik jou, Coot. Ja. Wat wij hier vanavond nou allemaal hebben besproken. Ja, veel. Is dat nou progressief, ja. Reactionair of eigenlijk ontzettend eng? Dat ja. Oh, hier. Je eerste kandidaat voor de 100 gulden. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik doe het wel. Maar eerst moet de hele keuken nog verbouwd worden. Nog niet.